De Neurocare Center Suriname van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmorgen in verband met World Stroke Day of Wereldberoertedag een informatiebeurs georganiseerd. Het thema was Support for Life After Stroke. Verschillende afdelingen van het AZP en enkele bedrijven die zich bezighouden met de zorg of nazorg van patiënten hebben meegedaan aan deze infobeurs. Volgens Warisha Kundan, neuroloog van het AZP, zijn er twee soorten beroertes. Eén wordt een herseninfarct genoemd en de andere een hersenbloeding, legt Kundan uit. Wat er gebeurt bij de herseninfarcten, in 80% van de gevallen van de mensen die een beroerte krijgen, hebben een herseninfarct. En bij een herseninfarct krijg je dus een bloedpropje, een bloedstolsel, dat gaat vastzitten in een bloedvat in de hersen. En je kunt je voorstellen, als zo'n bloedvat dicht komt te zitten, dan raakt een gedeelte van de hersen beschadigd, omdat het niet van bloed en zuurstof voorzien wordt. En dan spreek je dus van een herseninfarct. In 80% van de gevallen, bij mensen met een beroerte, krijgen een herseninfarct. De overige 20% die krijgt een hersenbloeding. En bij een hersenbloeding krijg je een scheur in een bloedvat in de hersen. En dat is vaak als gevolg van hoge bloeddruk. En dan krijg je dus ook, doordat er een scheur optreedt in een bloedvat in de hersen, dat je dus ook hersenbeschadiging en beschadiging en dood van hersencellen kan krijgen. Dus dat is kort samengevat wat een beroerte of een stroke is. Er zijn verschijnselen die kunnen aangeven als iemand een beroerte heeft gekregen. Het gelaat rond de mond wordt een beetje scheef. In de meeste gevallen kan de persoon een arm niet optillen en wordt de spraak aangetast. Als iemand een van deze verschijnselen opmerkt bij een andere, is het belangrijk om zo snel als mogelijk medische hulp te zoeken, zegt Kundan verder. Mensen met een beroerte die krijgen vaak een kromme mond. Hun gelaat staat scheef. Als u merk dat iemand dat plotseling krijgt, moet je erop bedacht zijn dat dat een beroerte zou kunnen zijn. De A van FA staat voor arms. En arms, dat wil zeggen, mensen die, waar je vermoedt dat iemand een beroerte kan krijgen of heeft gehad, moet je vragen of ze de armen kunnen optillen. En meestal mensen met een beroerte die hebben verlammingsverschijnselen aan één zijde van hun lichaam. Dus dat ze een arm niet goed kunnen optillen of niet goed kunnen lopen omdat een been verlamd is. Daar staat de A voor. De S staat voor speech, dat wil zeggen spraak. En mensen met een beroerte die hebben dus vaak ook een onduidelijke spraak. Het lijkt alsof ze met een dikke tong praten, alsof ze brabbelen, iets zeggen dat onverstaanbaar is. Dan moet je er ook bedacht op zijn dat dat zou kunnen passen bij een beroerte. En de T, dat staat voor tijd. Tijd is ontzettend belangrijk. Wij zeggen time is brain. Hoe meer tijd je verliest, hoe meer hersenschade je krijgt. Maar daarnaast is het ook belangrijk om zo snel mogelijk naar de spoedeisende hulp te gaan of naar de dichtstbijzijnde huisarts of arts die u verder dan kan verwijzen naar de spoedeisende hulp. En beroertes, CVA's, mensen die zich presenteren met een beroerte met een CVA, die krijgen een code 1 of een code 2. Dat wil zeggen dat ze zo snel mogelijk geholpen worden. En als u zich aanmeldt met deze verschijnselen op de spoedeisende hulp, moet u gewoon zeggen van ik heb het vermoeden dat ik waarschijnlijk een beroerte heb gehad of ik heb een CVA gehad. Maar meestal de mensen hier op de spoedeisende hulp, die zijn ook getraind. Die kunnen het ook zien. Wat ik daar net uitlegde, je ziet het aan de mensen. Die hebben een krom gelaat, die praten moeilijker, die hebben verlammingsverschijnselen. En dat merken de mensen hier op de spoedeisende hulp, zeker. En die laten u dan heel snel behandelen, of die laten u heel snel naar binnen gaan, zodat u zo snel mogelijk behandeld kan worden. Warisha Kundan, neuroloog van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Wij spraken haar vandaag over de informatiebeurs, georganiseerd door de Neurocare Center Suriname van het AZP. De infobeurs is op het terrein van het AZP gehouden naast de interne poli.